Nashout Lezing Eigendomstrijd. Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft in samenwerking met de studierichting Geschiedenis van de faculteit der Humaniora een lezing over slavernij gehouden. Deze lezing Eigendomstrijd over slavernij, manumissie en emancipatie in Paramaribo werd verzorgd door Dr. Karwan Fatablak, universitaire docent in Leiden. Karwan Fatablak verricht onderzoekingen en verzorgt ook onderwijs over de Nederlands koloniale geschiedenis, in het bijzonder de slavernij. Hij zegt dat er in het onderzoek in de slavernij altijd gekeken werd naar de plantages, maar niet naar het systeem die zo'n plantage bezat. Ieder plantagesysteem was afhankelijk van een stad, een bestuurlijk centrum. In die stad had je ook slavernij en dat was ook zo in Suriname. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.